Het is zondagmiddag en het is 4 uur. Dat betekent dat het mijn tijd is. Welkom, dit ben ik. Wanneer het mijn tijd is, dan nodig ik altijd mensen uit die ik waardeer in wat ze doen. Of in ieder geval waarmee ik een appeltje te schillen heb. In dit geval is het iemand die ik waardeer. Mijn gast van vandaag is de stadsdeelvoorzitter van Zuidoost, Tanja Yatnanang Sien. Yes. Ja, spreek ik wel goed. Ja, heel goed, heel goed. Maar ik moet zeggen, ik werd licht zenuwachtig toen je zei of met wie ik een appeltje te schillen had. Ja. Ik denk, oh god, wat heb ik nou weer gedaan? Nee. Helemaal niet. Jij bent een van de mensen met wie ik gewoon echt, je nou toch gewoon lekker kan. Oké, heel goed. Hier in dit gesprek. Je bent stadsdeelvoorzitter. Ja. Ja. Maar voordat je stadsdeelvoorzitter was, heb je in de Tweede Kamer gezeten. Klopt, 6,5 jaar. Zes en een half jaar. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, tussen 6,5 jaar Tweede Kamerlid en nu stadsdeelvoorzitter heb ik nog 2 jaar gewerkt als manager bij het Albeda College in Rotterdam, een mbo-instelling. Want onderwijs en jongeren, dat is wel mijn ding. Ja, ja. Maar je hebt ook een tijd bij de NOS gewerkt. Oh ja, zeker. Voordat ik in de Tweede Kamer kwam, mocht ik bij het NOS-journaal werken. En daar deed ik heel veel dingen, ook weer rondom jongeren en nieuws. Eigenlijk mijn hele cv zit vol met jongeren en nog meer jongeren. Ja, je bent zelf een soort jongeren. Ja, nou nee, inmiddels 52, dus dat ding is niet meer zo heftig dat je kan zeggen jong. Ja, maar ik bedoel, voor mij ben jij jonger hoor, als ik je zo zie. Als je ziet ben je gewoon jongeren en zoals je gedraagt en zoals je bent, gewoon jongeren. Ja. Maar als we je doopzegel lichten, dan krijgen we te zien dat je moeder is Arubaanse. Yes. En het is een Creoolse vrouw? Ja, Creoolse Arubaans en haar naam is Carmen. Ja. En een hele leuke vrouw, waar ik vroeger heel erg mee heb gebotst. Ja. En ik weet ook waarom. Waarom? Omdat ze precies hetzelfde is als ik ben. Oké. Okay. Dus daar waar ik er toen ik tiener was niet kon waarderen, kan ik er nu echt heel erg waarderen. En merk ik ook steeds meer dat ze me heel veel wijze lessen heeft bijgebracht. En het is grappig, want we hebben elkaar onlangs heel uitvoerig daarover gesproken. Mm-hmm. En toen zei ik ook tegen haar van, ik wil je eigenlijk bedanken voor al die mooie lessen die je me hebt geleerd. Goed hè, dat komt met wijsheid. Echt met de jaren. De jaren. Ja. Ja. En die moeder van jou, dat is een zuster van Gerda Havertong. Nichtje. Gerda Havertong, Gerda Havertong. De bekende Gerda Havertong. Ja. La Havertong, zeg ik. Ja, de koningin. Ja. Dat is jouw tante. Ja, is mijn tante. En dat vinden mensen ook altijd heel spannend. Ja. Dan denken ze, hoezo? Nee, maar kan niet. Mm-hmm. Maar zij is wel gewoon aan mijn opa James Havertong, echt... Ik denk de mooiste man die je kan wensen, hele lange Creoolse heer, James Havertong. En zo zijn wij geleerd ook aan tante Gerda. Maar toch, als we naar je kijken en naar je naam luisteren, Yatnanang Sien, weet je, dan zie je eigenlijk een full-scale Hindustaanse vrouw zitten. Klopt, papa is Surinaams Hindustaans, maar het grappige is wel dat we zijn wel door papa en door mama trouwens, opgevoed in de zin van we zijn Surinamer, dus primair Surinamer. Ja. En daarna komen al die dingen als ben je nou Hindustaans of ben je Creools. Dus ik voel me ook, en inmiddels ook Nederlander, dus ik voel me een Surinaamse Nederlander. En weet je, daar zit zoveel rijkdom in. Ja. Als je, ik weet dat ik als ik bij Hindustaanse mensen ben, dat ze zoiets hebben van, je bent niet helemaal... Mm-hmm. Hindustaans. En als ik bij Creoolse mensen ben, dan hebben ze ook zo evident van oké, je bent volgens mij in ieder geval niet Creools, totdat ik begin te dansen. En dan zeggen ze, volgens mij, let Creoolse bloed. Dan, ik heb zelfs, dat is een beetje opschepperig, maar inmiddels is het vele jaren later. Ik heb bij Lucia Martas gedanst. Serieus? Ja. Lucia Goedman, mijn kinderen hebben daar ook op... En voor de Surinamers onder ons, ik zat in de selectie van Mavis Bracelli in Suriname. Dus ik heb echt opgetreden. Echt waar? Ja. Als dansen? Als dansen. Okay. Ik mocht ook kiezen van mijn vader. Mijn vader is zo ontzettend liberaal en progressief. Ja. Die had echt zoiets van, wil je, ik kon ook redelijk leren. Niet geweldig hoor, ik ben nooit een superstudent geweest, maar het ging redelijk. Dus hij zei van, oké, ga je naar de universiteit om rechten te studeren of wil je... echt de dansacademie gaan doen. Dus dat was ook echt, ik mocht die keuze zelf maken. Okay. En je bent terechtgekomen
in Amsterdam Zuidoost. Dat is ja. Kijk, ja. Hier zo mensen ja. kijken. Ja. You know what I mean? Ja. Ik ben altijd een promotor van mijn eigen stadsdeel, van ja. Bimmeren. Ja. Ik zit in de BIMS en ik zit met de baas van de BIMS te praten. Ja, toch? Ik vind de BIMS ook geweldig. Ja. Goed, ja. Hè? Ja, en het spannende is namelijk ook dat ik had dit nooit bedacht. Ik had wel altijd gedacht van, nou, stiekem zou ik heel graag koffietijd willen presenteren. Serieus? Dus dat was kom eigenlijk... Kom bij ons werken. Kom bij Hops werken. Kom hier koffietijd presenteren. Echt, hè? Misschien moeten we dat gaan doen. Ja. Maar ik had dus ik dacht, dat waren meer de aspiraties die ik altijd had. Ik dacht van, ik ga Oprah Winfrey worden, snap je? Dat soort dingen. Maar je bent gewoon in de politiek geëindigd. Ik ben in de politiek geëindigd. Het grappige is namelijk dat daar waar ik op de een of andere manier binnen de media nooit echt ben ontdekt, wel door de politiek. Ja. Wel door mijn partij, dus de Partij van de Arbeid. Daar moet ik echt eerlijk zeggen, de eerste dag dat ik daar kwam, hebben ze meteen onmiddellijk tegen mij gezegd, hey, volgens mij kunnen we met jou wel iets. Oké, maar nu je dat direct gezegd hebt, ga ik je toch direct iets over die Partij van de Arbeid. Oh jee, toch dat appeltje. Ja, Samsung Adema, jongen. Wat gebeurt er met ze? Ik bedoel, ze zijn echt van de grootste partij gekelderd naar een marginale partij bijna. Nou ja, kijk, er is onlangs een boek verschenen van Lodewijk Asscher. Mm-hmm. En dat heet Opstaan in het Lloyd Hotel. Mm-hmm. En in dat boek beschrijft hij eigenlijk ook hoeveel pijn het ons ook eigenlijk doet. Mm-hmm. Hè? Maar hij beschrijft ook van, hey, waar hebben wij, want je kunt wel heel erg wijzen naar, oh, mensen stemmen niet meer op ons en oh, wat dom van die mensen. Ja. Maar je moet altijd teruggaan naar de basis, wat hebben wij niet goed gedaan? Ja. En dus hij beschrijft ook een heel aantal pijnpunten daarin. Heb je een antwoord op die vraag? Wat nou, hebben jullie niet goed gedaan? Ik denk, maar dat is niet zijn mening, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ja. Ik denk dat we op een gegeven moment te ver af zijn gaan staan van dat waartoe we in het leven zijn geroepen. We zijn sociaaldemocraten. Ja. En dat is ook, bij mij is het die boodschap van de sociaaldemocratie, die heeft mij gegrepen, dus los van de PvdA en de mensen, die boodschap van sociaaldemocratie, van er zijn voor de ander, weet je, gewoon kennis, inkomen, macht willen delen. Ja. Dat is voor mij de essentie. Dan was het kort na de Tweede Wereldoorlog, was dat, we moesten weer opbouwen, we hadden elkaar nodig, dus die sociale democratie, dat werkte. Ja. Maar op een gegeven moment was het wel een beetje uitgewerkt. Ik bedoel, overal in Europa was het zodanig goed geregeld. Ja. Weet je? Nou ja, en eens tegelijkertijd, als je nu kijkt, dan zie je, ik heb een mooi interview gelezen vanmorgen van onze burgemeester, mevrouw Halsema. Ja. En daarin zegt ze van ja, het gaat in delen van Amsterdam, gaat het heel erg goed. Ja. Maar er is ook een hele grote groep rondom het centrum waar het helemaal niet zo goed mee gaat. En als we dan hebben over inderdaad Amsterdam Zuidoost, dan gaat het met een grote groep mensen erg goed. Maar het gaat met een nog net zo grote groep, gaat het niet zo goed. Ja. Sterker nog, we hebben hier als het gaat over analfabetisme, hele grote groep, laaggeletterdheid, sorry, ik moet het laaggeletterdheid noemen. Mm-hmm. Bij hele grote groep laaggeletterden, 40%. Ja? Van dit stadsdeel is laaggeletterd. 40% is best veel. Dus dat is al een issue waarvan ik denk, jeetje, daar moeten we echt iets mee. Als je kijkt naar gewoon hoe het gaat met onze schoolresultaten, onze onderwijsresultaten. We kelderen echt naar beneden. We staan onderaan. Dus we staan op een heel aantal punten staan we onderaan in de lijstjes. Aan de verkeerde kant van de lijstjes. Wat ligt daar aan ten grondslag? Is er onderzoek naar gedaan? Hoe komt het? Nou, er is inderdaad, dus overal wordt er altijd van alles onderzocht. En kijk, mij, tuurlijk, je moet altijd naar het fundament, hè, van hoe komt het. Mm. Maar waar mij het nu in deze komende 3 jaar, want ik heb nog maar 3 jaar, om gaat, is om te kijken van hoe kunnen we nu interventies doen die daadwerkelijk helpen om verder te komen. Want er zijn allerlei theorieën. Uiteindelijk gaat het er gewoon om, laat ik mijn eigen comfortzone nemen, het onderwijs. Ja. Daar is heel lang gezegd van onze jongeren, de kinderen die hier in dit stadsdeel wonen, worden te laag ingeschaald. Hè? Dus hun CITO-scores, die zijn niet wat ze moeten zijn. Ja. Nou, dat weten we al heel lang. Dan kun je zeggen, oh, wat verschrikkelijk en erg en noem maar op. Maar je kunt ook nadenken, hey, wat kunnen we gaan doen? Bijvoorbeeld heb ik nu, en daar heb ik heel veel commentaar ook op gehad, maar ik heb gezien dat dus er een heel aantal jongeren is, dat net met een klein setje, zouden ze verder kunnen komen. Ja. Dus hebben we nu een project hier binnengehaald dat heet High Doses Tutoring, HDT. Dat heeft echt in Amerika mooie resultaten opgeleverd. En ik denk, laat ik dat naar hier halen, kijken wat dat gaat doen. Dus ik kijk gewoon nu naar succesfactoren elders. Die laat ik hier naartoe halen.
En dus we gaan. Heb je dan aan 3 jaar genoeg? Nee, absoluut niet. Ja. Nee, absoluut niet. Wat moet er gebeuren om jou hier langer te houden? Want je bent populair hier in het stadsdeel. Nou, dat weet ik niet. Maar kijk. Praten met liefde over jou. Oh, nou, dank. Ja, je komt uit een rijk gezin. Je vader is rijk notaris. Ja, precies. Maar rijk vooral ook in. Rijk in de zin van. Nou ja, hij heeft een goede boterham verdiend. Mm-hmm. Ik weet niet of hij per se echt rijk is hoor. Maar goede boterham, zeker. Ja. Maar ook vooral rijk in. Dat hij ons heeft geleerd het waarderen van boeken, ja. Het waarderen van muziek en ook het waarderen van zoveel culturen. Want dat, als je het ook weer hebt van wat brengt mij naar dit stadsdeel. Dit is het stadsdeel van 170 nationaliteiten. Ja. Wat een rijkdom, wat een rijkdom. En dat je vanaf kleins af aan hebt geleerd om dat te kunnen waarderen. Om te kunnen waarderen dat die ander ergens vandaan komt en niet alleen met een hoop verhalen die onprettig zijn, maar ook met heel veel moois. Die rugzak is gevuld in balans. Ja. Dus er zijn mensen die komen met mooie muziek en die komen met mooie verhalen en die komen met, weet je, dat vind ik bijvoorbeeld mensen uit het Midden-Oosten, die heel dichterlijk praten. Hè? Dus hun zinnen zijn net hele gedichten. Ja. En daar kan ik me heel erg aan laven. Ja. Terugkomend van dit stadsdeel en wat bracht je hier, dan is het denk ik al die dingen hiervoor. En eigenlijk had ik na de Tweede Kamer afscheid genomen van die hele politiek. Ja. Ik was prettig voor me hoor, bij het mbo in Rotterdam. Ja. En waarom heb je ja gezegd van ik ga het doen? Wat is de belangrijkste reden dat je dat gedaan hebt? Dat ze zeiden je mag het in Zuidoost. Ik moest wel solliciteren, er waren ook andere gegadigden natuurlijk. Ja. Dus het is maar gezegend dat ik het mocht worden. Ja. Maar ik werd gebeld en ze zeiden Tanja, er komen dus ook sollicitatierondes om in Zuidoost. Ik zou dus nergens anders willen dan in Zuidoost. Mm-hmm. En toen dacht ik, wauw, weet je gewoon, je bent toch zo gegrepen door dit stadsdeel. Het is ook niet het stadsdeel waar ik voor het eerst kwam. Hè? Ja. Vanaf ik 29 ben ik hier mentor van een heel aantal kinderen in Amsterdam Zuidoost. Dus ik ken dit hier. Ja. Ik heb hier al zo vaak rondgefietst en gepraat met mensen en de ambiente van Amsterdam Zuidoost gezien. Ja. De kansen die er liggen, naast ook alle opgaven die er zijn hoor. Want het is geen hiep hiep hoera verhaal. Ja. Helemaal niet. Wat is je moeilijkste dossier op dit moment? Het mooie vraag, moeilijkste dossier. Ja, waarvan je denkt van, jongen, hoe ga ik dit oplossen? Ik weet niet of het het moeilijkste dossier is. Het is wel het dossier waar ik met hart en ziel voor wil gaan. En dat zijn onze jongens in Amsterdam Zuidoost. De boys? Ja. Boys in the hood? Ja. De jongens, omdat, kijk die meiden ook, hè, dus de jongeren per definitie, maar ik zie zoveel jongens waarvan ik denk, ze kunnen zoveel. Alles heeft te maken ook met herkenning, want als ik jou herken, dan kan ik je erkennen. Als ik jou niet herken, dan houdt het vrij snel op. Hè. Mm-hmm. We zoeken altijd ook mensen die op ons lijken, dat is ook iets menselijks. Yeah. Dus die types die nu aan al die tafels zitten, die vinden het ingewikkeld. Ze vinden ons ook ingewikkeld. En een zwarte vrouw is al minder ingewikkeld dan een zwarte man. Ja, want precies. Ja, ja, en een zwarte vrouw is vaak ook een leuke exotische verrassing. Ja. Maar zelfs jij bent zo'n zwarte vrouw. Ja. Kom je dat wel eens tegen, zeg maar? Ja. In de... Compleet altijd over onderschatting. Altijd onderschatting. Ja. Altijd. Eigenlijk altijd onderschatting. Bij mij is het ook nog eens een keer mijn accent. Dat op de een of andere manier, ik kan het ook echt niet afleren. Ik heb het een paar keer serieus geprobeerd. Omdat ik dacht. Even de Surinaamse accent af. Nee, dus in de zin van niet eens van het accent af, hoor, want ik hou van mijn accent. Maar dat ik wel dacht van, hey, misschien kan ik iets doen om duidelijker te praten, om dat soort dingen. Maar ik ben naar een logopedist gegaan. En die man, mijn god. Nee, hij heeft het geld teruggegeven. hij zei no. Dat is hopeloos. Ja, hij zei niet nog, want hij was geen Surinamer. Maar hij zei echt, nou, mevrouw Jananansing, dit is hopeloos. Dus opgehouden, want ik had dus die ambitie om iets als koffietijd te gaan presenteren. Okay. En omdat iedereen zoveel altijd over mijn accent kletste, dacht ik, weet je wat? Ik ga algemeen beschaafd praten. Ja, maar weet je wat het punt is? Eigenlijk is het onzin. Want als ik het van huis hoor praten, dan hoor je toch ook nog steeds uit Limburg. Ja, maar daar zegt niemand iets van. Maar kijk, en dan komen we terug bij de jongens. Wat het is ho, dat... Ho, ho. Ja. Voordat we weer teruggaan bij de jongens. Ik heb altijd in mijn programma heb ik een moment waarop ik een ode inlas aan de vrouw. Ja.
Because we all had mothers, weet je. Mm-hmm. En de ode van vandaag, die heb jij aangedragen. Dat is een mevrouw, die heet... Ja, dat is inderdaad Alexandria Cortés Ortega. Zij is pas benoemd tot, zeg maar, de vertegenwoordiger in de Amerikaanse politiek van de Bronx. En ik vind het bijzonder, want het is een jonge dame. Ze is pas 28 en ze is me een partij stevig. Oké, we gaan even kijken naar een klein stukje... Van mevrouw Cortés, 28 jaar oud. As you know or may not know, right now one of the biggest names in politics is Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez. Very happy. That proves it right there. That tears it. There she is. Running because everyday Americans deserve to be represented by everyday Americans. Democrats bracing themselves for yet another round of how to deal with Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez, one of their most popular and outspoken newcomers. What's the most surprising thing about Washington? I think it might actually be how little it takes to shake things up a lot. What's your sort of strategic take on the fact that the president's been telling these same lies for years now and not shying away from them at all? Well, I think it's unsurprising because even before he was elected president of the United States, he has a proven track record of discrimination against anybody who's really non-white in the United States. He had been sued by the Nixon administration back in the day for not renting to black Americans. He has had controversy after controversy. So this is very consistent. It's not just the continued lies throughout his administration, but frankly, it's part of a very consistent pattern of his entire life. But I think it's extremely important. You know, I represent New York's 14th congressional district. We are 50% immigrant. I represent the Bronx and Queens, Jackson Heights, over 200 languages are spoken in my district alone. We enjoy some of the highest rates of economic activity, and the Bronx itself has had some of the highest rates of economic growth in all of New York City, and that has been directly correlated with our embrace of immigrants. New York City overall is an immigrant city, and we enjoy a very large amount of economic and cultural prosperity as a result. Was getekend AOC. Alexandra Cortés, 28 jaar oud. Het laatste woord hebben we over deze dame nog niet gehoord. Klopt. Toch? Ja? Klopt. Ik vind haar de grote belofte. Ja, je zit nu in Zuidoost, weet je wel, lokale politiek eigenlijk. Ja. En nou zijn er op 23 mei zijn er weer verkiezingen. Ja, Europees parlement, hè? Ja, is heel dat goed. Niets voor jou? Dat je gewoon denkt, ik ga gewoon... Nee? Absoluut niet. Waarom niet? Absoluut niet. Ik vind... Echt, de lokale politiek, ik heb het laatst nog aan een vriend van mij gezegd, die zei, waarom heb je me nooit verteld dat dat zo ontzettend machtig en prachtig is? Het is, weet je, die Tweede Kamer... De lokale politiek. Jazeker. Ja. Dus die Amsterdamse politiek ook, hè? Ja. Dus de Tweede Kamer was ronduit eerval dat ik het mocht doen. Ja, 6 jaar, dat is best wel. Ja, 6,5 zelfs. Ja. Maar hier ben je heel dichtbij. Ja. Dus het is ook vermoeiend, want iedereen kan je gewoon direct uitschelden. Ja. Jij fietst door het stadsdeel. Ja, ik fiets door het stadsdeel. Ja, maar het is ook, volgens mij had ik je dat al een keertje verteld. Maar wat ik prachtig vind is, als ik dus elke ochtend fiets ik hier binnen. En dan fiets ik zo langs een aantal scholen. Dat is ook, met opzet doe ik dat ook. Fiets ik langs die scholen. En dan staan die kinderen allemaal bij die hekjes. Ja. En dan roepen ze, dag juffrouw voorzitter. Hoe ga je dat vinden? In Europarlement of in de Tweede Kamer? Ja. Dat kom je niet tegen. Dus het is heel dichtbij. Weet je? En wat vooral is in het stadsdeel, die kinderen zijn zo lief. Ja. Die kinderen. Als ik gewoon in Holendrecht loop, hè. Ja. Dan heb ik gewoon van die kleine Ghanese kindertjes, Ghanese-Nederlandse kindertjes, die komen gewoon knuffelen. Ja. Dan zeg ik gewoon van stop en dan geven ze me een knuffeltje. Oké, nou voor Alexandra, voor de break, wil je iets gaan vertellen over die jongens in het stadsdeel? Ja. Kijk, wat het is hè, ook omdat we het nu hebben over wie is er aan de macht. Ja. En hoe kan ik zorgen dat mijn jongens en meisjes hier, maar vooral ook de jongens, ook aan tafel gaan zitten. En daar zit dus heel veel omheen, want
Er is een prachtige conferentie onlangs georganiseerd, een zelfreflectieconferentie. Ja, dat en daar was hebben van Huggy Thomas. Precies. En daar Ian van der Kooijen. En dat was een prachtige conferentie. En waarom vond ik het prachtig? Omdat we daar ook echt hebben gekeken naar ons eigen gedrag. Ja. Maar ook de vraag hebben gesteld, welke vaardigheden hebben wij dan nodig om verder te komen? Een aantal van die jongens hier in Zuidoost, die hebben absoluut de hersenen om te komen aan die tafel. Maar soms hebben ze nog niet geleerd hoe je Ja, precies. Wat hoe je de regels. Zijn, ja. De regels. Ja. En de codes. Ja. En vooral ook die ongeschreven codes. Ja. He, dus dat je als je ergens zit, dat eigenlijk maar, nou, eigenlijk ook stiekem, dat je kan ervan uitgaan dat als je ergens aan tafel gaat zitten, dat die mensen per definitie een oordeel over je hebben. Zeker. En het is aan jou, hoe ga je dan om met het oordeel? Ja, ik was er laatst eentje die zegt, als mensen jouw kleur als een wapen zien, dan moet je weten dat iedere keer dat jij verschijnt, zij denken dat ze bedreigd worden door dat wapen. Ja. Terwijl het alleen maar een huidskleur is, you know what I'm saying? En dat is echt een ding. Ja, en kijk, ik had gehoopt, hè, als we eventjes terug naar is inderdaad AOC, Alexandria. Ik had gehoopt dat Obama dat zou wegnemen. Dus dat heel veel mensen zouden zien van... Heeft hij ook voor een deel gedaan? Dat denk ik dus ook. Dat denk ik ook. Ik denk, nou kijk naar Michelle Obama. Zij was er onlangs, hier verderop. Natuurlijk, natuurlijk. Nee, maar ik had die voor Barkies niet, man. Hoeveel was het? Nee, je had ook goedkopere kaarten. Ik heb er met mijn 25 van mijn vriendinnen gegaan. Wij hadden kaarten van, dat was toch ook wel duur, €90. Ja. Maar dat is te doen. Is te doen. Nee, voor mij niet hoor. €90. Echt, het is wel pittig. Nee, ik ben met je eens. Ik ben het met je eens. Maar wij hebben als vriendinnen gewoon besloten, we gaan toch. Het is voor jullie belangrijk. Het was van, het was heel belangrijk. En kijk, wat je daar zag. In de zaal, wit, zwart, groen, geel, pimpen, paars. Iedereen wordt helemaal lyrisch als ze binnenkomt. Ja. Dus dan is het grappig, want dan is die huidskleur ineens minder belangrijk. Daar zit Michelle Obama. Ja, maar ik denk wel dat als je doekoe hebt, ai, dat die huidskleur sowieso minder belangrijk is. Dus dat is wel waar. Dat is wel waar. Ja, als je groen bent, dat is wel waar. Bent, omdat je gewoon die doekoe hebt, dan gaan alle deuren voor je. Alle deuren, maar dat is akelig, hè? Want ik wil, dat is wel een akelig. Maar als je op de grond ligt, want dan springen ze wel bovenop. Ja, natuurlijk, dan moet je gewoon dood. Maar kijk, wat ik erg vind, ik vind het een akelige gedachte. Ja. Omdat mijn kinderen hier in Amsterdam Zuidoost minder geld hebben, zouden ze niet aan tafel kunnen zitten. En wat ik vind, is dat er zijn gelukkig wel een aantal mensen van multiculturele achtergrond, laten we het noemen, zwarte achtergrond, die wel op plekken zitten. Wat ik vind, is dat wij de dure plicht hebben om te zorgen dat dan al deze mensen met ons mee ook aan tafel gaan zitten. Mijn vader heeft me geleerd, Tanja, als jij een podium krijgt, kijk even naar de oppervlakte van het podium. Best groot. Ja, je hoeft daar niet in je eentje te staan. Er kunnen nog meer mensen. Er kunnen veel meer. Dus wat ik zelf wel doe, is in het kleine. Hè, dus je kan niet de hele wereld redden, maar je kan wel een paar kleine dingen doen. En als we allemaal kleine dingen doen, wordt het iets groots. Hè. Dus wat ik zelf doe, is ik word uitgenodigd op heel veel plekken om te komen spreken. Ineens hebben mensen me ontdekt, want het is ook multiculturaliteit is ook in en diversiteit. Hartstikke leuk. Je kunt zeggen, ik ga niet, want ik ben moe ervan. Of je kunt zeggen, wacht even, dit is een podium. En ik neem A, B en C van mijn stadsdeel mee. Ja. En dat doe ik dus nu. Overal waar ik word uitgenodigd, neem ik mijn mensen mee. Tanja, er is één dingetje in Zuidoost wat toch wel hot is. Ja. Waarvan ik toch wel, het schiet me te binnen hoor. Ik heb niet van tevoren bedacht van wat. Maar hoe zit dat ding nou met kwakoe eigenlijk? Ja, dat is inderdaad hot. Ja. Tegelijkertijd is het ook niet zo hot. Want wat is het geval? Je hebt een stadsdeelcommissie. Ja. En de stadsdeelcommissie heeft nu aan ons gevraagd als dagelijks bestuur. Ja. Het is misschien wel goed om dit even uit te leggen. Want een dagelijks bestuur, dat zijn dus drie mensen. Je hebt de voorzitter, dat ben ik. En dan heb je nog twee bestuurders, twee heren. Ja. Zijn het. En met z'n drieën vormen we dagelijks bestuur. Ja. Wij zijn met z'n drieën benoemd. Dus ik ben niet gekozen, ik ben gewoon benoemd. Ja. Ik moest gewoon solliciteren. Ja. En ik ben benoemd. Vervolgens heb je een stadsdeelcommissie, die is wel gekozen. Gekozen door de mensen uit Amsterdam Zuidoost. Dus zij zijn de oren en ogen van dit stadsdeel. Zij hebben ons nu gevraagd, in een stadsdeelcommissievergadering, om te gaan onderzoeken of kwakoe nog steeds past in het Nelson Mandela Park, of dat het kan worden verplaatst naar elders. Maar waarom zou dat, hoe komt zo'n commissie daarop? De stadsdeelcommissie is de ogen en oren van het veld. Van het veld. Dus ik hoor het nergens. Ik hoor
Heel veel mensen zeggen van. Het moet daar blijven. Dus wat mooi is aan democratie, is dat als heel veel mensen dat vinden, dat zij ook een ander geluid mogen laten horen. Natuurlijk. We hebben een vergadering waarin je kunt komen praten. Ook als bewoners kan je dat komen vertellen. Van hé, we vinden misschien. Maar nogmaals, de stadsdeelcommissie heeft het recht om dit onderzoek te vragen. Dat wil nog niet zeggen dat het wordt gedaan, want het moet onderzocht worden. Okay. En als dat onderzoek uitwijst. Maar laat me het al goed afmaken. Als het onderzoek zal uitwijzen van inderdaad, het Nelson Mandela Park is een best een klein park. We zien dat er heel veel mensen komen. Er is geluidsoverlast. Nou ja, bla bla bla. Dan zou het kunnen zijn dat de uitkomst is wellicht moet je het verplaatsen. Ja. Maar de uitkomst zou ook kunnen zijn dat het onderzoek, zeg maar, het is ultiem daar. Hè? Ja. Dus nogmaals, dat moet het onderzoek gewoon gaan uitwijzen. Ja. Oké, dus even voor mijn beeld, om te kijken of ik het goed begrepen heb. Ja. Dus er is een commissie. Een stadsdeelcommissie. Een stadsdeelcommissie, die zijn gekozen. Dat zijn de ogen en de oren van het stadsdeel. Ja. En die zijn gewoon gekomen met, moeten we het niet verplaatsen? Zij vragen een onderzoek. Ze hebben ook niet gezegd, we moeten het verplaatsen. Ja, ze vragen een onderzoek. Ja, maar is echt iets anders. Een onderzoek op basis van? Van, kijk, dat zij zeggen. En trouwens, dat heb ik ook wel eens gehoord, hoor. Mm-hmm. Zij zeggen, de omwonenden, die hebben daar flink wat last van, hè? Flink geluidsoverlast. Ja. Maar ze zeggen ook, het groen in een stadsdeel, daar moet je ook waarde aan hechten. Dus zij hebben een heel aantal punten waarop zij vinden dat we toch ook mogen kijken naar het Nelson Mandela Park als zijnde het park van ons allemaal. Ja. En is het op dit moment nog opportun om zo'n festival in dat park te gaan doen plaatsvinden. En dat mogen ze. Ja, maar dat mogen ze vragen. Weet je, dat mogen ze vragen. Eigenlijk is wat ik zie in de filmpjes van de collega's van Zuidoost TV, uitstekende filmpjes trouwens, dan denk ik toch wel dat het overgrote gedeelte van de mensen toch zeggen van nee, het moet daar gewoon blijven. Het is daar altijd geweest. Ja, dat is dan weer van dat wij als dagelijks bestuur moeten wij altijd gaan afwegen, belangen gaan afwegen, dat onderzoek goed in ogenschouw nemen en dan het goede gesprek gaan voeren met een ieder hier. Want Kwaku is niet zomaar een festival. Kwaku heeft voor de gemeenschap, het is echt een community festival. Ja. Het is heel belangrijk voor die gemeenschap. Het is jouw stadsdeel. Ja. Het is ook mijn stadsdeel. Tuurlijk. Maar het is een belangrijk uithangsbord. Ja. Het heeft internationale allure inmiddels. Ja. Hè? Er zijn heel veel mensen die ook echt afspreken. Hé, dan gaan we elkaar zien. Dan komen ze uit Curaçao, Aruba, weet ik veel van waar ze allemaal komen. Het is het goedkoopste ticket naar Suriname. Het is een internationale. Het is van internationale allure. Het is een ronduit gezellig. Het is er leuk. Het wordt inmiddels heel goed georganiseerd. Dus wat dat betreft heeft het absoluut zijn waarde. Maar nogmaals, ik vind oprecht hoor, dat als een stadsdeelcommissie, zeg maar, toch willen wij een onderzoek, dan mogen ze dat vragen. Stel dat mogen ze vragen. Ja. Stel dat dat onderzoek er komt. Ja. Want het is nog niet, kijk, ze hebben nog niet eens erover gestemd, want het is niet de hele stadsdeelcommissie, het is wel de meerderheid van de stadsdeelcommissie. Ja. Maar volgende week donderdag hebben we weer een vergadering en dan gaan ze daar zeggen, ze hebben het één keer besproken, dan volgt er een tweede bespreking, dan komt het daar in stemming en dan zeggen ze met z'n allen, hey, wij willen inderdaad dit onderzoek en dan komt het bij ons als dagelijks bestuur. En dan is het een advies. Ja, dan is het een advies. En dan moet er nog bij jullie gestemd worden of dat advies wordt overgenomen? Nee, wij stemmen daar niet meer. Hè. Dus kijk, zij adviseren ons. En dan is het altijd zaak, want alles is, we zijn één Amsterdam. Ja. Dus ik moet me ook nog verhouden tot de Stopra. Ja. Dus ik doe alles moet samen met de Stopra. Dus het is nog het is niet in één dagje ding, gedaan. Voordat dat ding, stel dat echt iedereen zegt, ja dat ding moet weg, maar we onderzoeken, maar dan ben je toch nog even goed een jaar of 3-4 verder. Wie zal het zeggen? Dat weet ik even niet, hoe lang dat gaat duren. Ja. Wat ik wel weet, is wat jij terecht ook zegt en wat velen ook met mij zeggen, van geen overhaaste beslissingen nemen, goede gesprekken voeren, ook met al die andere mensen. Kijk, de stadsdeelcommissie is erg belangrijk, maar de bewoners, die moeten natuurlijk, de stille Zuidoostenaar, die moet ook gehoord worden. Absoluut, iedereen moet gehoord worden. Ja. En dat vind ik bijna een mooie afsluiten van ons gesprek, hoewel ik nog urenlang met je kan praten, weet je. Ja. Maar iedereen moet gehoord worden. Ja, maar dat weet je, en dat is serieus, Gilles, dat is wel echt een oprecht verlangen van mij, om zoveel mogelijk mensen te horen en met name de mensen te horen die hun stem niet verheffen.
Dus die stille Zuidoostenaar, die wel gewoon zijn of haar best doet, elke dag probeert te surviven. En die soms geen tijd heeft om naar het stadsdeel te komen om met mij een gesprek te voeren. Daarom fiets ik rond in dat stadsdeel. Nou, ik hoop je dat je heel lang langs ons kleine studiootje hier zo in heel graag. Komt fietsen. En ik vond het bijzonder prettig dat je bij ons was. Dankjewel voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Ja. Dit was hem weer voor deze week. We gaan ermee door. Dus volgende week is er weer een uitzending. Ik hoop dat u dan weer kijkt. Dankjewel, dit was ik. Tot de volgende week.